Stel, ik rij iemand aan en die loopt letsel. Wat blijkt nou? Die man is illegaal in Nederland. En dan zeg ik tegen hem, jij had daar helemaal niet mogen zijn. Hoe kun je iemand anders laten betalen voor jouw schade? De Universiteit van Nederland presenteert rechtsgeleerde professor Dr. Edgar Duperron. Stel, ik moet ontzettend nodig plassen. Dat is natuurlijk onhandig, maar ja, het moet echt. Dus ik verlaat met grote spoed dit podium en ik loop naar de wc. En dan overkomt mij iets vreselijks. En hoe komt dat? Een werknemer van de Coca-Cola Company is bezig om lege kratjes uit de kelder te halen. En daardoor heeft hij een luik, en dat is hier op het podium aangebracht, heeft hij geopend. En hij heeft de lege kratjes daaruit gehaald en die heeft hij een beetje naast dat luik neergezet. En hij is naar de bar gelopen om daar wat lege flesjes nog op te halen. En ik in mijn haast zie dat niet. De wc-deur zit achter dat luik. Ik loop naar de wc, wil die deur openmaken en ik donder zo dat luik in. U vergeeft mij dat ik dat niet echt heb nagedaan, want dan zou dat verkeerd aflopen. Nou, dit gebeurde, meneer Duchateau, begin jaren 60, in café De Munt aan het Singel in Amsterdam. En die viel in dat luik toen hij naar de wc ging en hij liep daarbij ernstig letsel op aan zijn benen. En de vraag die ik met u wil bespreken is, kon hij die schade nu verhalen op de Coca-Cola Company? Nou, om die vraag te kunnen beantwoorden moet je weten dat er 5 eisen zijn voor een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad. En die 5 eisen ga ik met u doornemen. Ik begin met de makkelijkste. Als je schadevergoeding wil hebben, dan moet je schade hebben geleden. Nou, dat is in een casus als deze natuurlijk vrij eenvoudig. Iemand ligt met een gebroken been beneden aan dat luik. Dus dat is evident dat daar schade is. Over de omvang van die schade kan je lang procederen. Maar dat er schade is, dat is niet het probleem. Er kunnen natuurlijk gevallen zijn waarbij dat best lastig is om te bepalen. Ik zal een voorbeeld geven. Zaken die ik een tijdje geleden gedaan heb. Iemand heeft twee oorbellen. Dezelfde. Dat is tegenwoordig niet zo in de mode. Maar laten we even aannemen dat iemand 2 dezelfde oorbellen heeft. En weet ik wat, ik doe iets doms en ik ben daarvoor aansprakelijk. En een van die oorbellen beschadigt. En die wordt gerepareerd door een juwelier en er wordt een steentje ingezet. Maar helaas heeft de juwelier niet meer precies dezelfde kleursteentjes als die andere oorbel. Dus er ontstaat een kleurverschil tussen die 2 oorbellen. Heeft nou de eigenaar van die oorbellen ook recht op vervanging van die andere steen? Want die zeggen, ja, er is nou gelijkenis ontstaan. Of kan ik als dader zeggen, ja, ik heb 1 oorbel beschadigd, die is nu gerepareerd, maar over die andere oorbel moet je niet zeuren, want die is nog precies zoals hij geweest is. Nou, zo kan je zien dat je zelf over een ogenschijnlijk simpel begrip als schade al heel lang kunt discussiëren. Maar hier is het eenvoudig, gebroken been, duidelijk. Nou, volgende vereiste is, er moet causaal verband bestaan tussen de schade en de daad waarvoor aansprakelijk wordt gesteld. Nou, dat is hier ook redelijk makkelijk, want ja, als dat luik dicht was geweest, dan had die man waarschijnlijk gewoon over dat luik heen naar de wc gekund. We gaan er even van uit dat dat luik die vent wel had kunnen dragen, hè? Want als dat niet zo is, dan was het weer een heel ander verhaal geweest. Dus causaal verband is gegeven, en dat is ook makkelijk in deze casus, maar ook dat kan verschrikkelijk ingewikkeld zijn. Je kunt hele lange causale ketens hebben. En waar je dan goed aan moet denken is dat er eigenlijk in het recht 2 soorten causaal verband zijn. Je hebt het zogenaamde natuurwetenschappelijk causaal verband en dat is heel simpel. Is iets een oorzaak van iets anders? En de test die je dan moet doen is eigenlijk als nou het ene ding niet gebeurd was, was het andere ding dan ook gebeurd. Hè? Dus als het luik niet had opengestaan, was hij dan ook in dat luik gedonderd? Zo ja, dan is het openzetten van dat luik niet de oorzaak, want dan was het toch gebeurd. Dat is meestal redelijk simpel. Maar je kan hele lange causale ketens hebben. Je ziet dat ook in het strafrecht. Ik word door iemand aangereden. Ik lig met een gebroken been lig ik op de grond. Ik word in een ambulance geladen. Die ambulance rijdt naar het ziekenhuis. Er komt een dronken taxichauffeur aan. Die knalt tegen die ambulance op. De ambulance valt om. Ik raak nog erger gewond. Ik word door een andere ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar maakt de arts een kleine fout tijdens de operatie. En ik kom om het leven. Ja, lach er maar om. Dit soort casussen gebeuren dus echt. Hè? Niet veel gelukkig, maar ze komen voor. Nou, en dan is de vraag,
is nou het feit dat ik dat beenletsel had van die eerste aanrijding, is dat nu, hè, die eerste aanrijding, is die nou oorzaak van mijn sterven op die operatietafel? En als je naar het natuurwetenschappelijk kausaal verband kijkt, dan is het antwoord ja. Want als ik dat gebroken been niet had gehad, was ik natuurlijk nooit in die ambulance terecht gekomen. Dus op zichzelf is er kausaal verband. En de tweede vraag die je dan moet beantwoorden, of dat kausaal verband niet te ver verwijderd is. Dat is een juridische vraag. Vind je het nog redelijk om dit toe te rekenen? En het antwoord van de rechter is daarop dat, nou ja, dat je omkomt bij een verkeersongeval is niet gek. Dus als ik in beginsel aan dat eerste ongeluk had kunnen overlijden, dan is het feit dat dat nu op een hele gekke manier gebeurt, is niet zo relevant. Dus er moet gewoon aan mijn nabestaanden betaald worden. Nou, hebben we alvast twee eisen gehad, hè? Schade en kausaal verband. Dan is er nog een derde eis, toerekenbaarheid. Het gedrag, het openzetten van het luik hier, moet toerekenbaar zijn aan de dader. Nou is toerekenbaarheid meestal niet zo'n probleem. Dat betekent gewoon, kan je verantwoordelijk gehouden worden voor je daden? Heb je daar schuld aan? Nou, die man van de Coca-Cola Company die dat luik openzet, die wist natuurlijk gewoon wat hij deed. Dus dat is in deze casus geen enkel probleem. En het is meestal niet zo'n groot probleem. Maar het kan wel een probleem zijn. Denk aan bijvoorbeeld aan het feit, ik rij in een auto of op een fiets en ik krijg een epileptische aanval. En daardoor veroorzaak ik een ongeluk. Of ik ben volkomen gek. Ik heb een hele onbekende psychische afwijking. En ik zet overal kelderluiken open. He, dat is, ik weet niet of dat al is uitgevonden. Maar ik loop van de ene Amsterdamse kroeg naar de andere. En overal ben ik luiken aan het openzetten. Dat zou kunnen. Dat, ja. En kan dat mij dan worden toegerekend? Nou, daar zou je antwoord wel eens heel goed op kunnen zijn. Nee, natuurlijk niet. Nee, in het strafrecht bijvoorbeeld. Als iemand echt gek is, kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden. Krijgt hij geen straf. Hij wordt misschien wel opgesloten ter beveiliging van de maatschappij, maar aansprakelijk is hij niet. Dus in strafrecht geen toerekening. In het privaatrecht wel. Er staat in de wet dat ziekte en andere gebreken voor jouw risico komen. Dus al heb ik die psychische afwijking waardoor ik overal luiken openzet, geen probleem, het is mij toerekenbaar. Nou, dan komen we bij de laatste eis, en dat is eigenlijk het belangrijkste voor deze casus, de onrechtmatigheid. En daar hoort dan een beetje bij de relativiteit. En waar gaat nou die onrechtmatigheidseis eigenlijk over? Over de vraag, was wat ik deed betamelijk? Mocht dat? Nou, als je aan mensen vraagt of iets mag of niet mag, dan is de eerste plek natuurlijk waar je gaat kijken de wet. En vroeger was dat eigenlijk de enige plek waar je ging kijken. Dus je gaat kijken, is er in de wet een verbod om kelderluiken open te laten staan? Nou heb ik niet meer in de wet gekeken, dus misschien is dat er inmiddels, maar in de jaren 60 was dat er in ieder geval niet. Dus daar kon je geen vordering op baseren, niet op de wet. Dat kan in heel veel gevallen wel. Hè, bijvoorbeeld te hard rijden, als iemand dat doet, of als iemand dronken in een auto gaat zitten, of zelfs dronken op de fiets, en hij veroorzaakt een ongeval, dan is hij aansprakelijk wegens handelen in strijd met de wet, want er is gewoon een wettelijk verbod. Nou, daarbij hoort dan dat relativiteitsvereiste, want het is wel nog even nodig dat die wet geschreven is ter bescherming van het belang waar het in die zaak om gaat. Nou, dat is een uitermate lastig juridisch leerstuk, daar wil ik niet al te veel over vertellen. Maar de kern ervan kan je heel goed begrijpen aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel, ik rij iemand aan die oversteekt op een zebrapad. En die loopt letsel op. En ik ben automobilist en ik had natuurlijk gewoon moeten stoppen voor die zebra. En er komt een agent bij en dat wordt allemaal opgenomen. Wat blijkt nou? Die man is illegaal in Nederland. En dan zeg ik tegen hem, jij had daar helemaal niet mogen zijn. Nou, dan ziet u dus het relativiteitsvereiste. Op zichzelf klopt dat, dat hij daar niet had mogen zijn. Maar het heeft niets te maken met het verkeersongeval. En de meeste mensen, ik weet het niet helemaal van een deel van de Tweede Kamer, maar de meeste mensen zullen zeggen dat dat voor de aansprakelijkheid niks uitmaakt en dat ik gewoon moet betalen. He, dus dat is het relativiteitsvereiste. Nou, de onrechtmatigheid. Niks in de wet. Er is ook niet een inbreuk op een recht. Ik tast niet iemands eigendom aan. Ik ben niet iemands privacy bewust aan het schenden door foto's van hem te publiceren. Dus we moeten het hebben van de maatschappelijke betamelijkheid. En dat realiseert u zich niet als u geen jurist bent, maar sinds 1919, toen heeft de Hoge Raad dat bepaald, moet je je gedragen zoals dat in het maatschappelijk verkeer betaamt. En als je dat niet doet en er ontstaat schade, dan hang je. Daar hebben we over het algemeen niet zoveel last van. Dus we zijn allemaal eigenlijk hele nette mensen. Maar soms gaat het mis. En dat was nou in dat kelderluikarrest het geval. Want de vraag was, gedroeg deze man zich nou zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk is?
door dat luik zo open te laten staan. En het antwoord van het gerechtshof in Amsterdam was nee. Hij gedroeg zich niet betamelijk. Want dat luik stond open, maar ja, het was gevaarlijk. Kijk, dit luik, het is een mooi luik, maar het is niet helemaal een representatief luik. Want als je dit luik niet ziet, dan is er wel echt iets mis met je. Dat luik was veel kleiner. Het was bovendien in de vloer verzonken en had niet zo'n prachtige rand eromheen. En dat gangetje naar die wc was heel smal en donker. Dus het was inderdaad moeilijk om het te zien. En wat had dus het gerechtshof in Amsterdam gezegd? Je kan toch eenvoudige veiligheidsmaatregelen nemen. Want wat moet je doen volgens de Hoge Raad? Je moet afwegen de kans dat het misgaat. Hoe groot is de kans dat iemand zo onvoorzichtig is dat hij per ongeluk in dat luik stapt? Vermenigvuldigd als het ware met de ernst van wat er dan kan gebeuren. He, als iemand daar een bloedneus aan overhoudt, is dat natuurlijk minder erg dan als hij in beginsel ook zijn nek kan breken, wat met zo'n luik mogelijk is. Dus hoe erger de gevolgen en hoe groter de kans, hoe meer je moet doen om het tegen te gaan. Want dat is de andere kant van de weegschaal, de bezwaarlijkheid van de voorzorgsmaatregelen. En wat zei het Hof hier, en dat vond de Hoge Raad, heeft dat gesanctioneerd, je kan toch een stoel neerzetten in die gang en dan barricadeer je dat luik. En dat is niet gebeurd en daarmee heb je onvoldoende zorg betracht voor die caféganger en is er aansprakelijkheid. Die caféganger die was overigens ook onvoorzichtig volgens het Hof, dus hij kreeg maar de helft van zijn schade vergoed. Dat is de uitspraak in deze zaak van de Hoge Raad. Nou, dan heb ik u dat allemaal uitgelegd. En dan gaan we naar een andere casus. Het speelt begin jaren 90 in Amsterdam. Zonnig weer. Kunt u zich misschien nog wel eens herinneren dat we dat hadden. En terras. En daar zat een toerist op. En die moest ook naar de wc. En die liep van het terras dat café in. En daar stonden deuren open en er was een gang. En u raadt het al, aan het begin stond een kelderluik open. Dat was opengezet door, jawel, een medewerker van de Coca-Cola Company. Nou, en die medewerker van de Coca-Cola Company, wat had hij gedaan? Ja, wat zou hij nou gedaan hebben? Precies, die had een stoel. Ik geloof zelfs dat hij meer stoelen voor dat luik had gezet, om dat luik te barricaderen. En wat deed de toerist? Die zette de stoel opzij en donderde alsnog dat luik in. Nou, liep dus weer ernstige letselschade op. En de vraag die aan de rechtbank in Amsterdam werd voorgelegd, en dat is de vraag die ik nu aan u ga voorleggen, is: moest nou deze toerist schadevergoeding krijgen of niet? Nou, we gaan erover stemmen. Wie van u vindt dat deze toerist schadevergoeding moet krijgen? En wie vindt van niet? Dat is dat de overgrote meerderheid die van niet vindt. Een klein gedeelte vindt van wel. En een heel klein gedeelte vindt helemaal niets. Ja, dan bent u in ieder geval niet zo geschikt als rechter. Laten we dat alvast vaststellen. De rechtbank in Amsterdam zei dat er wel aansprakelijkheid was. Waarom? Omdat een stoel toch eigenlijk niet zo'n fantastisch waarschuwingsmiddel is. En de mensen die ja gestemd, die hebben gezegd van nee, er moet wel betaald worden. Die zijn waarschijnlijk heel veel op terrassen of in cafés geweest. Want wat zei de rechtbank, die daar zelf ook kennelijk vaak kwam? Het is een feit van algemene bekendheid dat op terrassen stoelen plegen te worden weggeschoven als die in de weg staan. En in cafés, mag ik daaraan toevoegen, is het natuurlijk niet anders. Een stoel is dus eigenlijk helemaal niet zo goed waarschuwingsmiddel. Maar het is niet gek als u dacht dat er geen aansprakelijkheid zou zijn, want uit dat arrest van de Hoge Raad zou je afleiden dat die stoel toch genoeg was. En dat is een interessante les, niet over het aansprakelijkheidsrecht, maar meer over het rechtelijk bedrijf in het algemeen. In het recht werkt altijd namelijk ontzettend goed de niet genomen voorzorgsmaatregel. Dan moet u maar eens opletten in rechtspraak, maar ook in de krant. En als er iets gebeurt, dan kan je achteraf altijd heel goed vaststellen wat je had moeten doen om te zorgen dat dat niet gebeurd was. En dat is dan meestal ook nog best goedkoop om dat dan achteraf te voorkomen. Ja, je kan het ook in het financiële toezichtrecht, faillissement van DSB, bedoel, achteraf weet iedereen wat hij had moeten doen. Achteraf helpt dus de stoel die er niet gestaan heeft, die helpt heel goed. En dat is iets wat die rechter in die eerste zaak, toen hij ging motiveren waarom toch diegene die in dat luik viel schadevergoeding moest krijgen, heeft van die heuristiek gebruik gemaakt. Weet je, wat had er kunnen gebeuren? Stoel ervoor, dan hoeft er niet betaald te worden. Nou, zodra er de stoel er wel stond,
zie je dat dat eigenlijk helemaal niet zo goed helpt. Dat was de eerste les over het aansprakelijkheidsrecht. In het volgende blok gaan we kijken waarom je iemand op het voetbalveld harder mag trappen dan op straat.